dit is een gloednieuwe video van... Ja, dit is Gil Gasserwand. Sibel, die komt niet. En ik dacht, hey, dit is misschien wel weer leuk voor zoiets te gaan doen. Ik ben wel van denken welke zorg gaan doen. Maar misschien is het wel leuk om weer die met die stadions te doen. Ja, het stadions. Misschien kunnen we deze keer wel. En voor de rest, ja. Ik hoop dat... Even, ik kan weer een reservekopie maken, jongens. Ik wil later ooit even weten als jullie hier iets van weten. Of ja, ik kan ze wel maken. Maar hij zegt dat ik geen genoeg accountopslag heb. Ik heb echt letterlijk nog maar zo'n beetje staan. What the fuck? Echt, ik heb echt alles proberen een beetje te verwijderen wat ik niet nodig heb. En ik las net dat je blijkbaar iCloud Plus nodig hebt. Laat het even weten als het waar is, jongens. Anders moet ik die dus gewoon gaan kopen. Anders kan ik niks. Niks, jongens. Ik kan anders niks meer. Van een reservekopie. Dus daarom zeg ik, laat het gewoon even weten als het nou echt waar is. Dat je extra moet kopen nu ineens. Dus maar... Ik ga het sowieso zien te fixen. Maar even een ander ding. En dat is... We gaan dus nu beginnen met de video, ja. En check zeker eventjes de socials hier beneden. En dan gaan we dus nu beginnen. Welke zullen we gaan doen? Deze. Start game. We moeten wel even heel snel zijn, jongens. Oké, welke kleuren zijn dit? Oké, echt. Welke kleuren? Dit zie ik ook echt totaal niet. Oké, weet jij deze? Laat het mij zeker weten. Oké, ja, waar is dat? Ik denk... Hier zo. Oké, Turkije. Hoe moest ik dat weten? Oké, holy shit. Oké, waar ligt... FC Schakel? Dat is Duitsland, alleen... Oh, welke plek? Welk fucking... Wel voor mij hierboven. Ja, ik weet het daar niet waar dat ligt, man. Ik heb bij Dortmund. Ja, maar dat is wel heel naar. Waarom gaat deze fucking tijd zo snel? Oké. Dit zie ik er gewoon totaal niet aan, jongens.
Maar dit is denk ik voor Amerika. Oh nee, Europa. Ik denk dan hier zo. Dan denk ik Oostenrijk. En dan ligt helemaal in Oekraïne, what the fuck. Ja, je ziet die hele naam niet. Dit is Engeland. Dit is Brentford. Alleen waar ligt ook alweer Brentford? Maar ook in Londen. Volgens mij ligt het ook in... Waar ligt het op het Brentford? Okay, sorry voor dat, voor die taal. Of voor mij is deze. A few moments later. Nee! Echt, ik zei nog! Voor mij Londen. Die laatste. Dit is denk ik... de Rijn. Denk ik. Maar dat weet ik niet zeker. Ik kon hier gokken. Ja, en dan is het gewoon helemaal in Roemenië. What the fuck? Waarom? Dat denk je niet. Waarom ik dat nu zo gok? Jongens, dat heb ik net al twee keer gehad. Je komt door het stadion. Hoe het stadion eruit ziet. Je verwacht het niet. Je verwacht niet trouwens dat stadion wat je zag in Roemenië ligt. Bij de plaats Giurnapoca. Dat verwacht je, omdat dat hier heb je echt allemaal Balkangebied en dit is Oostblok. Maar dat, je verwacht niet dat hier die stadions zo mooi van zijn. Als je snapt wat ik bedoel. Ik denk dat jullie dat gewoon snappen. Dus laat ik zeker weten als jij dat ook snapt zo. Dus ja, oké, bij die van Engeland was ik gewoon dom. Ik wist dat het in Londen lag, alleen die tijd, dat is die tijd, je hebt die tijd terug. En je moet dan heel gauw gaan zijn. Maar ik vind het dus zo jammer, maar... ja. Voor de rest, ja. Yeah. Oh nee, ik heb niet gekeken, kak. Ja, voor de rest gingen we echt niet echt lekker met deze. Maar, denken jullie dat wel snappen? Je verwacht gewoon die stadions niet, wat ik al zeg. Je verwacht niet dat die stadion gewoon in Roemenië of Oekraïne ligt. What the fuck? Zo'n stadion en dan daar. Daar heb je meestal van die ja, half afgemaakte stadions. Kijk als in Afrika. Want dat soort stadions heb je daar zo'n beetje. Echt zo'n beetje van die Balkanstadions. Dus ja, dat vind ik zo jammer. Maar voor de rest... wel een leuke video, maar ik ga dus hier de video afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Dus zeker even een blauw duimpje over. Zeker kunt niet abonneren op mijn kanaal. Hier beneden. En daarnaast op dat belletje. Klik naast de abonneerknop staat. En dan zeg ik zoals altijd. Adios.